Nou, we willen een investeringsfonds en in dat investeringsfonds daar moet uitbetaald worden investeringen in wegen. We willen ongelijkvloerse kruisingen, bijvoorbeeld op de Loze Laan die iedere keer vastloopt, de N44 die iedere keer vastloopt. Maar ook inprikkers bij de A4, dat het op de weg wat sneller gaat. Ja, en natuurlijk mega investeringen in het openbaar vervoer. En eindelijk eens een keer een leidrail naar Scheveningen om het ook de weg te ontlasten. Een leidrail naar Leidseveen, Zoetermeer. Kortom, we hebben heel veel wensen om onze stad in beweging te houden. En dat is heel erg nodig, want de laatste jaren is er veel te weinig geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Maar tegelijkertijd wilt u ook van het betaald parkeren af. Dan zorg je er toch juist voor dat er meer auto's de stad in komen. Dan zorg je er toch niet voor dat de stad bereikbaarder wordt. Nou, dat er meer auto's de stad in komen, komt omdat de stad groeit. En dat mensen een auto hebben, dat is omdat ze die auto gewoon nodig hebben. Om bijvoorbeeld boodschappen te doen, om naar werk te rijden. Soms hebben mensen twee auto's en dan hebben ze er toch echt geen twee nodig. Nee, maar goed, die tweede auto is ook al zwaarder belast. En mensen hebben een auto omdat ze dat ding nodig hebben om van en naar werk te gaan. Ja, en die auto die moet je gewoon faciliteren. Het is een doemdenken of een wensdenken dat mensen de auto laten staan. Dat gebeurt niet. Het autogebruik neemt toe. Dus moet je zorgen dat je die auto goed faciliteert. Onder andere met ondergrondse parkeergarages. Maar ook door te investeren in het openbaar vervoer. Want pas een goed openbaar vervoer, dan pas laten mensen een auto misschien staan.